Youssef El-Akchoui, kon jij vroeger goed rekenen op school? Hoezo? Nou, dat is belangrijk voor morgen. Ja, klopt. Ik heb thuis pen en papier gepakt en ik heb een paar formuletjes opgesteld. Dus en Patrick Pothuizen weet er ook van, want hij en ik zijn een beetje de rekenneurds uit het team. Dus volgens mij hebben wij een grote kans om door te gaan. Ja, het hangt natuurlijk wel een beetje af van Tottenham, Sparta en Moskou. Als Tottenham zijn sportieve plicht doet, dan is het duidelijk. Dan moeten jullie een beetje hetzelfde doen als Sparta. Als bijvoorbeeld 1-0 wordt voor Tottenham, ja, dan gelijk spel is voor jullie al goed bijvoorbeeld. Ja, klopt. Er zijn heel veel scenario's te omschrijven. Maar wij moeten hier gewoon, denk ik, gewoon zien. wij moeten hier gewoon proberen te winnen. Dat is het. En we kijken niet naar Tottenham. Dan gaan we toch even naar een vervelend scenario. Spartak Moskou wint met 3-0 in Londen. Je weet het nooit, hè? Wat moeten jullie dan doen? Weet je dat ook? Ja, dan moeten wij met 4-0 winnen. 5-0 zelfs. Nou, 3-0 is ook genoeg. Oh ja, maar 4-0, ja inderdaad. Ik neem een goaltje meer voor de supporters. Ja. Ja, daar denk je altijd aan, hè? Ja, inderdaad. Ja, zeker weten. Die mensen die komen hier niet toe, die komen met een kaartje. Die zitten in de kou. Dus die doet het als eerst voor de supporters. NEC overwinteren, dat zou wat zijn, hè? Ja, inderdaad. Dus, maar dat weten we over een anderhalve dag, weten wij of NEC overwint het.